Er vallen toch ontslagen bij de RET. Een Kamermeerderheid blijft minister Schultz van Hagen steunen in het plan om zeker 100 miljoen euro te korten op de subsidies voor tram- en buslijnen. In het spoeddebat van gisteravond erkende de minister voor het eerst dat er ontslagen zullen vallen bij de RET, maar kon geen aantallen noemen. Leefbaar Rotterdam vreest dat de gemeente na de zomervakantie opnieuw met een flink gat in de begroting zit. Rotterdam wil nog dit jaar 28,5 miljoen euro bezuinigen op de sociale dienst. Om dat bedrag te halen, moet het aantal mensen in de bijstand het komend half jaar met 6000 personen naar beneden. De gemeente wil de regels voor het aanvragen van een uitkering flink aanscherpen. Nu nog krijgen 35.000 Rotterdammers een bijstandsuitkering. De man heeft vannacht gedreigd zijn woning aan de Seinestraat in Spijkenisse op te blazen. De bewoner liet zijn huis vollopen met gas. Bewoners van zes omliggende huizen werden uit voorzorg geëvacueerd. Rond half vijf hadden de hulpdiensten de situatie weer onder controle. De geëvacueerde buurtbewoners zijn inmiddels weer terug in hun huizen. De man is ter observatie opgenomen in een ziekenhuis. Vandaag wisselen zon en bewolking elkaar af. Er vallen ook wel weer een paar buien zo her en der. Het wordt zo'n 17, 18 graden en de wind is matig. Aan zee, vrij krachtig uit het zuidwesten.